Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Robin Fransman. Robin, welkom. Hi. Jij werkt bij de Argumentenfabriek. Dat is correct. Je hebt een financiële achtergrond. Ja. En jij hebt een sterke mening over waar we nu in zitten. Ja, ik heb een, over het algemeen, kijk, ik werk natuurlijk, mijn werk heeft altijd te maken met geldvraagstukken. En ook mijn maatschappelijke betrokkenheid gaat vaak over geldvraagstukken, economische vraagstukken, vraagstukken van herverdeling. En die huidige coronacrisis is gewoon de grootste herverdeling aller tijden. Dus is dit voor jou eigenlijk een heel interessant jaar? Omdat, zit jij naar de wereld te kijken van wat gebeurt hier? Het is een heel interessant jaar. Het is ook een angstaanjagend jaar. En dan heb ik het niet over het virus. Nee, dat is hoe we ermee omgaan. Hoe we ermee omgaan, ja. En daar probeer jij ook, via allerlei stukken die jij schrijft, vaak samen met anderen, een beetje tegengeluid te geven. Ja, in maart was natuurlijk de stemming in Nederland was heel erg, iedereen moet zijn mond houden en je moet netjes doen wat er gezegd wordt. Dat vind ik sowieso moeilijk, mijn mond houden. En ik dacht ook toen al, dit is veel te groot om je mond over te houden. Weet je, in Nederland hebben we discussies over koopkrachtverschuivingjes achter de komma. Ja. En er wordt even met 100 miljard geschoven. En die achter de komma, dat namen we altijd heel serieus. Ja. En dat gaf ook heel veel welvaart en een redelijk goede verdeling, zeg maar. En er was ook altijd heel veel debat over. En daar ging de politieke strijd over. En dan wordt er niet alleen even 100 miljard herverdeeld, maar ook vrijheid, ontplooiing, mentale gezondheid, sociale contacten worden gewoon eventjes van bovenaf even herverdeeld. En dan zou daar geen debat over kunnen plaatsvinden. Dat bevreemde mij toen. Dus toen ben ik inderdaad daarover gaan schrijven. En inmiddels zijn we. De volgende wordt aflevering 10. 10 afleveringen verder. Nou, ik volg ze vol spanning, want ze zitten altijd vol met mooie waarheden en mooie pareltjes en inzichten. Maar NRC, volgens mij was het NRC, heeft toch volgens mij eergisteren ook geplaatst dat wat jij zegt van een beetje je mond houden en het debat niet openen, dat eigenlijk in de breedte nog steeds is. Hè? Dat op universiteiten mensen worden aangesproken, artsen worden gezegd van hey, je moet gewoon wat nu de regels zijn, dat moet je mee ondersteunen, dat mag je niet ondermijnen. Nou, in mijn vriendenkring zelf, mensen die inderdaad wat hoger in de boom zitten, die worden daarop aangesproken. Dus wat jou ergerder in maart, dat is eigenlijk nog steeds aan de hand. Nee, dat klopt. Er is een soort informele zwijgplicht. En als je die doorbreekt, dan is de sanctie sociaal isolement. En dus hebben heel veel mensen spreekangst. En sommige mensen hebben ook daadwerkelijk spreekverboden gekregen van hun werkgever. En dat zou op zich, zou ik dat nog best acceptabel vinden als het virus nou echt een existentiële bedreiging was voor onze samenleving. Maar dat is het natuurlijk niet. Godzijdank is het virus voor 99% van de mensen relatief ongevaarlijk. Dus het is buiten proportie, het is disproportioneel. En het rechtvaardigt deze inbreuk op grondrechten niet. En en wat dat betreft snap ik ook niet dat we hebben. Ik woon in een land waar duizenden, miljoenen mensen jaar in jaar uit de mond vol hebben over grondrechten, over rechtvaardigheid, over vrijheid van meningsuiting. En in een maand van onredelijke, angstaanjagende communicatie door te velen, is dat ineens allemaal verdwenen. En woon ik in een
in een heilstaat met een dystopie uit een slechte B-film. Ja, en als je dit zegt, hè, dan word je ook nog complotdenker genoemd. Hè? Dus ja. Dat is het, zeg maar. Je wordt ook nog geframed als je ook maar een beetje kritiek zelfs erop hebt. Dus dat, en zelfs ook de gevestigde media doen daar toch behoorlijk aan mee. Ik weet niet hoe jij dat tegenaan hebt. Ja, ik ben geen complotdenker. Ik geloof helemaal niet dat er sprake is van een complot. Ik geloof dat er een... Kijk, er zitten natuurlijk partijen heel erg opportunistisch in. Die zien hierin allerlei kansen. En vanuit de kansen en de belangen die ze zien, verspreiden ze berichten die hun goed uitkomen. En een deel van die berichten zijn inderdaad angstaanjagend. Ik ben heel boos geworden op het Longfonds, hè, met zo'n soort akkefietje. Nou, kan je dat toch misschien even toelichten? Het akkefietje wat je met het Longfonds Dat zal ik zo doen, maar dan maak ik eerst eventjes deze af. En ik denk ook wel dat er vanuit de overheid, en zeker in maart, was er natuurlijk gedacht, hoe kunnen wij nou, we hebben nou deze maatregelen, die zijn heel ingrijpend, hoe kunnen wij nou de gehoorzaamheid maximaal opvoeren? Dus ik denk ook dat de overheid heeft ingezet op het benadrukken van het gevaar en elke relativering, elke nuancering van dat gevaar hebben ze achterwege gelaten. En zo ontstaat er een sociale dynamiek. He, en ook in de media is het natuurlijk ook zo. He. Angst verkoopt goed, angst klikt. Angst levert kijkers en lezers op. Dus zo zie je dat er een hele constellatie is van mensen die belang hebben bij angst aanjagen. Die zeg maar alle communicatie domineert. En dan ontstaat er vanzelf zo'n dynamiek. En daar is helemaal geen complot voor nodig. He, in de massapsychologie is daar een term voor. Dat noemen ze moral panic. En dat hebben we eerder gezien en dit zal niet de laatste keer zijn. Dat is alleen heel ernstig. Ja, maar jij bent ook nog wel toch mild voor de eerste speech van Rutte. Die heb ik hier uitgebreid ook behandeld met Emmanuel Rutte. Daar spreekt hij echt nog op, of zet hij in op groepsimmuniteit. Ja. En dat is nog wel make sense. Dat doet hij het nog alleen ook. Ja. Spreekt hij ons toe. Ja. En dan, we moeten hier doorheen. Ja. Groepsimmuniteit opbouwen. Ja. Wat we eigenlijk altijd hebben gedaan met zo'n soort virus. Ja. En daarna is er iets anders gebeurd. Dat heb jij ook uiteengezet in een van jullie stukken. Ja. Ja, dat was... Kijk, in maart, misschien dat hij dat wel wist en misschien dat het RIVM het wel wist, maar ik wist het in ieder geval niet en ik denk velen met mij niet. In maart was het voor mij niet duidelijk of het virus nou echt heel gevaarlijk was of niet. Als het virus heel gevaarlijk is, of als het virus, als je het nog niet zeker weet, en het virus kan gewoon heel gevaarlijk zijn, dan is inzetten op groepsimmuniteit natuurlijk flauwekul. Als zo'n virus heel gevaarlijk is, dan heb je maar één plicht en dat is proberen om het te elimineren. En als je dan toch alles dichtgooit, de scholen, de winkels, ja, ga dan gewoon voor de eliminatie. Ga dan voor de totale lockdown. En dan heb je het virus echt weg. Als je het zo had gebracht... Als hij had ik weet niet of het RIVM op dat moment al over die kennis beschikte. Maar als... Want als hij het zo had gebracht, hè, we gaan voor groepsimmuniteit. Want het virus is niet gevaarlijk voor 99% van de mensen. Was het prima geweest. Als hij had gezegd, we doen die lockdown, want we gaan het virus elimineren. Had ik het ook prima gevonden. Die combinatie van... lockdown en groepsimmuniteit vond ik ook op diezelfde avond al een vergissing. Ik begreep ook niet waarom er zo enthousiast op werd gereageerd. Dat heb ik nooit helemaal begrepen. En vervolgens kun je achteraf, hè, dan is het april en dan komen die eerste cijfers van hoeveel mensen al besmet zijn geweest in Nederland, die komen dan. En dan zien we al van het is echt bijna, het is voor... 99% van de mensen is eigenlijk ongevaarlijk. Nou, op dat moment was die groepsimmuniteitsstrategie volkomen logisch. Maar toen
had Rutte zichzelf al in een hoek gemanoeuvreerd door, nou, hij heeft in de Kamer zelfs gezegd, ik heb het nooit over groepsimmuniteit gehad. Ja, hij was die vergeten even. En terwijl het, weet je, terwijl het gaat er 4 alinea's lang over, hè, in die speech, in die nationale speech waarvoor de tv-zenders zijn stilgelegd. Dus ja, en vanaf dat moment gaat het eigenlijk helemaal mis. En nog snap ik niet, weet je, ik zal niet zeggen dat, weet je, elk ander kabinet en elke andere premier, weet je, je maakt 10.000 besluiten, dus daarvan zijn er altijd 1.000 fouten, en dat geldt voor Rutte ook, maar tegelijkertijd kun je natuurlijk wel zien dat er best wel grote fouten zijn gemaakt. Maar ook wereldwijd. Het is niet een landelijk probleem. Nee. Het is een wereldwijde moral panic. Ja. Het is een wereldwijde psychose. Ja. Ja, dat klopt. En dat steekt elkaar, denk ik. Dat steekt elkaar behoorlijk aan. Ja. Maar jij probeert ook daarin een weg te wijzen. Van, ja. Het is, er zijn ook andere manieren om ernaar te kijken. Ja, ik denk dat... kijk, die beleidsdoelen die het kabinet hanteert, die zijn denk ik prima. En dat zijn er 2. Kwetsbare beschermen, zorgbelasting voorkomen. Dat is denk ik prima. Daar is helemaal niks mee. De vraag is natuurlijk, hoe kom je daar? Want ja, zijn wij de kwetsbaren nu succesvol aan het beschermen? Nee. Bovendien creëren wij 100.000 nieuwe kwetsbaren. Want we hebben natuurlijk degene die kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Hè? Dat zijn zeg maar de 70-plussers met onderliggende aandoeningen. En de 70-minners met zeer ernstige onderliggende aandoeningen. En dan vanaf 60 eigenlijk een beetje. Ja. Maar we creëren natuurlijk 100.000 mensen die beschadigd raken. Omdat ze opleiding missen, omdat ze sociale contacten missen. Omdat ze hun baan kwijtraken, omdat ze hun onderneming kwijtraken. Omdat ze hun ouders niet kunnen zien of hun kinderen niet kunnen zien. En dat zijn allemaal mensen die we allemaal beschadigen. Ja, tot ze op een gegeven moment ook zo fragiel zijn. Hè? Dus de vraag is dan, is dit dan optimaal? En dan denk ik, nee, het is niet optimaal. We kunnen die kwetsbaren veel beter beschermen. We kunnen die zorglast veel beter onder controle houden. Als we ander beleid voeren. Wat veel meer zich voegt naar de eigenschappen van het virus. Hè, het beleid dat we voeren is eigenlijk verschrikkelijk plat. Het is voor iedereen gelijk. En het is eigenlijk ook, ja, je kan voor, weet je, met dit beleid kunnen we ook het griepvirus kunnen we afschaffen. Of het rhesusvirus of elk ander virus kunnen we hiermee ook doen. Dus het voegt zich ook helemaal niet naar de eigenschappen van dit virus. Dus wat dat betreft... snap ik het beleid wel vanuit een zekere padafhankelijkheid. Hè? Rutte heeft in het begin gezegd, ik wil geen mondkapjes. Nou, daar is hij dan geleidelijk aan, zijn ze daar een beetje van op teruggekomen onder grote druk. Hij heeft ook vanaf het begin gezegd, ik wil geen onderscheid maken in kwetsbaarheid. Nou ja, en dan krijg je dus dit. Maar... En waarom, vanuit wat, denk je, is dat cruciale van we willen geen onderscheid maken? Zit dat in het neoliberalisme of wat de gedachtegang zit daaronder? Er zijn gewoon in maart verkiezingen. De kwetsbaren zijn een hele belangrijke kiezersgroep. Plus het idee, natuurlijk, dit is maar tijdelijk. Dit is maar eventjes, weet je, 6 weken. Dan zijn we klaar. Ja, maar dat is het dus niet. Maar dat is het dus niet, hè. Maar dan is het ontzettend moeilijk. Je bedoelt, zo rommel je erin. Ja, zo rommel je dus erin. En nu zitten we in de tweede lockdown. Nou ja, daar kunnen we dus nu nauwelijks uit, hè. Maar je had voor de tweede lockdown natuurlijk al een heel stuk geschreven van... Klopt, in mei. Let op, dit gaat er gebeuren bij een tweede lockdown. Dat klopt. We hebben in mei al geschreven, joh, dit zijn de eigenschappen van het virus. En dus is het optimale beleid om zelfisolatie door corona-vatbaren zoveel mogelijk te faciliteren... met een bijzondere ziektewet, zodat mensen zich eventueel kunnen onttrekken aan werk als dat nodig is. Met vouchers voor hotels en taxis. En je een heel gedetailleerd plan uitgewerkt. Heel gedetailleerd. En, en vervolgens kun je in mensen die niet vatbaar zijn voor COVID, die kun je dan veel meer vrijheid geven. Dat zeiden we al in mei, dat zeiden we opnieuw in september, dat zeiden we opnieuw in oktober...
Maar dat wordt een beetje genoemd het tweesporenbeleid. Hè? Dus dat, ja. En dat ligt heel gevoelig in de maatschappij. Ja, en dat is volkomen onterecht. Het is volkomen onterecht omdat het virus nou eenmaal onderscheid maakt. Er is gewoon 1% van de samenleving is er vatbaar voor, 99% niet. Dat kun je negeren. Wat er gedaan wordt. Wat gedaan wordt. Maar het effect is dan, kijk, op het moment dat jij 75 bent en je bent gepensioneerd, dan heeft een lockdown op jou een veel minder effect op je levensstijl, op je sociale contacten, dan als je 20 bent. Je kan geen baan meer verliezen, je kan geen opleiding meer verliezen. Dus de maatregelen, die slaan ongelooflijk ongelijk neer. Dus wat het kabinet nu doet, is beleid dat zeer grote ongelijkheid als gevolg heeft. Dus het argument dat het onderscheid maken naar kwetsbaarheid voor COVID, dat tot ongelijkheid zou leiden, is wat mij betreft echt niet valide. Dit beleid leidt tot veel grotere ongelijkheid en ik vind het zeer onrechtvaardig. Nou ja, wat ook natuurlijk op de schouders van de jeugd neervalt, is, maar als je dat niet doet, dan kan je je ouders of je opa of oma doodmaken. Hè? Dus dat is vind ik een heel indringend iets, want we moeten dus daarom solidair zijn. Ja, vanuit dat is natuurlijk. Ja, maar vanuit die gedachte ja, het is, wordt het verkocht. Ja, het is met die gedachte wordt het verkocht en het is, ik vind het morele chantage van het laagste allooi. Nou, ik denk dat heel veel mensen heel blij zijn dat jij zoiets zegt. Een virus is een virus. Dus het is niet zo, dus dat gaat rond. Dat zwerft door de lucht en dat is overal en bij iedereen. Daar heeft niemand schuld aan. Laten we daar eens mee beginnen. Niemand heeft daar schuld aan. Dat is, denk ik, heel belangrijk om je te realiseren. Tweede is, de beste bescherming voor je opa en oma is als je het zelf gehad hebt. Mm-hmm. Als je zelf gehad hebt en je weet het door een sneltest of door een antigenetest of door een PCR-test, dan kan je daarna veilig naar je opa en oma of naar je ouders. Dat is de allerbeste bescherming. Sterker nog, als alle jonkies het gehad hebben, kan die hele samenleving weer open. Dus als je dat nou vergelijkt met de huidige situaties, waarbij er heel veel opa's en oma's zijn die sinds maart de kleinkinderen niet meer hebben gezien, omdat ze zichzelf graag geïsoleerd willen houden. En als je dan weet, nou, dat kan nog wel eens een jaartje duren, kan nog wel een jaartje bijkomen. Dat is volgens mij nog best optimistisch, hè? Dan kan nog een jaartje bijkomen. Maar, ja. Dan denk ik, nou, dan heb je gewoon je prioriteiten echt niet op. Niet op orde. En ik snap ook niet, hè? Ik snap ook werkelijk waar niet, dat als je weet je, dan moet ik denken aan die scènes uit de Titanic en dat schip dat gaat onder en wat wordt er gezegd? Women and children first. Weet je, die hebben de prioriteit, de continuïteit van de samenleving, daar gaat het om. Die continuïteit van de samenleving, die zit natuurlijk niet bij de mensen die vatbaar zijn voor COVID. En ik snap gewoon niet hoe het mogelijk is dat je bereid bent om je kinderen en je kleinkinderen hun opleiding af te nemen. Hoe je bereid kan zijn om je baan van je kinderen af te nemen. Want zelfs als jij 70 plus bent, hè, en je krijgt corona, dan is de kans dat je er wat verkouden van wordt en dat je niet naar het ziekenhuis moet, is 90-95%. Nou, laten we nu nog het is even, geen doodvonnis. Nee, even die cijfers, want inmiddels hebben zo'n 2 miljoen mensen het gehad. 2,2 miljoen. Als je gewoon de cijfers van de RIVM volgt, dus wat zij meten en wat uit de modellen komt en wat ze dan af en toe eiken met serologiedata, hebben op dit moment 2,2 miljoen mensen het gehad. En je had zoiets, nou, met kerst zijn we 2,4. Ja, oud en nieuw zo'n 2,5. Oud en nieuw zijn we op 2,5. Oké, en dan de gevolgen, hè? Want dit is toch al best een grote groep die het heeft gehad. Ja. Nou ja, dan hebben we 2,5 miljoen mensen hebben het gehad. En dan hebben we denk ik
een oversterfte van tegen die tijd van ongeveer 15.000 overlijdens. En dat is natuurlijk verdrietig voor de mensen die het betreft en voor de nabestaanden. Maar van die 14.000 overlijdens, als je nou kijkt naar hoeveel levensjaren zijn die dan kwijt. En het is allemaal, mensen vinden het heel moeilijk, hè, om zakelijk te spreken over de dood. Maar ik zal even vertellen, er gaan elk jaar in Nederland 150.000 mensen dood. Dus dat is ook in zekere zin normaal. Het hoort gewoon bij het leven en daar kun je ook zakelijk over praten. En als je daar zakelijk over praat, dan ben je geen monster. Dan ben je gewoon professioneel en rationeel. Dus die 15.000 oversterfte, daarvan is zo'n 60-65% vindt plaats in verpleeghuizen. Dan moet je je voorstellen, als jij naar een verpleeghuis gaat, dan is jouw resterende levensverwachting is ergens tussen de 1 tot 2 jaar. Dat betekent dat de gemiddelde resterende levensverwachting in een verpleeghuis is 6 tot 9 maanden van de populatie die daar al even zit, gemiddeld. Dat betekent dus ook dat die oversterfte die er is, dat we het hebben over een paar maanden aan verlies van leven. En natuurlijk niet verlies van leven van de allerhoogste kwaliteit. Hè? Want verpleeghuizen in Nederland zitten, dan ben je in de richting, weet, een beetje het karakter van een hospice. Vandaar dus de gemiddelde leeftijd van een corona-overledene is 82, 83 jaar. Dus dat is allemaal niet leuk. Maar het rechtvaardigt niet het stilzetten van het leven van een twintiger. Laat staan van een paar miljoen twintigers of een paar miljoen dertigers. Het rechtvaardigt niet het failliet laten gaan van horecabedrijven, de horecaleveringsketen, het personenvervoer, de evenementen, de feestkleding, de zaalverhuur. Maar iedereen wordt er volgens mij bijna. Dat is, weet je, mensen raken gewoon hun levenswerk kwijt. Ja, en voor wat dan? Nou, dat doen we zodat mensen in verpleeghuizen 2 maanden langer leven. Ja, dat kan niet, weet je. Een andere argument is natuurlijk ook van de IC's zijn overbelast. Nou, jij schrok je 3 dagen geleden helemaal. Volgens mij zat je tegen het plafond aan toen je zag hoe het nou eigenlijk echt, hoe druk het nu momenteel is op de IC's. Ja, jij plaatste een overzicht dat het, nou, je zag zo'n piekje en dan de IC's nu niet heel druk. Nou ja, kijk, natuurlijk is dat een. Kijk, die zorgbelasting is natuurlijk ook. Dat is natuurlijk wel echt een probleem. Reguliere zorgafschalen is niet leuk. Daar hebben ook jongeren last van. Daar heeft iedereen natuurlijk last van. Hele moeilijke beslissingen nemen, wie wel en wie niet toelaten tot de IC is ook een hele nare situatie om in te zitten. Maar ook daar moet je realiseren dat 2/3 van de zorgbelasting komt uit diezelfde COVID-vatbare groep. Dus op het moment dat je meer risicogestuurd beleid voert, kun je ook die zorgbelasting onder controle houden. Dat is 1. 2 is natuurlijk, we hebben dit virus sinds maart. We hebben 1 miljoen verpleegkundigen in Nederland. En die kunnen natuurlijk niet allemaal op die IC staan. Maar we hadden natuurlijk wel in april of in mei kunnen zeggen van, joh, we gaan wat verpleegkundigen aanvullende training geven. Ja, ik sprak hiervoor Jos de Blok, die zei dat ook. We hebben een hele groep mensen die kennis hadden kunnen verhogen. Ja. En dan heb je een hele groep strijders, exact, zeg maar. In plaats van dat het allemaal daar in een soort trechter terecht komt. Weet je, dus we hebben geen bed meer dan in maart op de IC. En waarom dan niet? Met name vanwege een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Maar we hadden natuurlijk makkelijk. We hadden natuurlijk wel echt... mensen kunnen bijscholen op het gebied van corona en coronabehandelingen en al die behandelprotocollen en ook die protocollen op de IC. Dat had gekund, dus gewoon niet gedaan. Want het is zo logisch. Wat denk jij, waarom is dit niet gebeurd? Op het moment dat jij als kabinet zegt, ik heb hier de grootste crisis aller tijden, de grootste herverdeling aller tijden, en weet je wat, ik leg mijn lot in de handen van uitsluitend artsen.
En uitsluitend de gevestigde orde. En virologen. En uitsluitend de gevestigde belangen. Dan is dit wat je krijgt. Ja. Maar het is toch wel heel kwalijk. Het is heel kwalijk. Ik maak me er echt zorgen om. Weet je wat het punt ook is? Die situatie waarin we nu in zitten, hè, dat heeft iets van gezondheid gaat boven alles. En dat is de leidraad, dat is het motief. Maar toch heel even terug, hè, we begonnen het gesprek en we hadden zoiets van, we hebben het eigenlijk altijd over 0,2%, weet je, altijd economisch, daar vochten we voor. En we zijn dus in overnight in één keer in een andere gedachtegang gesprongen, waar jij dus nu zegt, hè, van gezondheidszorg is leidend op alles. Ja, en dat is levensgevaarlijk. Want op het moment dat je zegt gezondheid boven alles, maar dan is onderwijs niet meer belangrijk, dan is vrijheid niet meer belangrijk, dan zijn grondrechten niet meer belangrijk, dan is werk niet meer belangrijk, ontplooiing is niet meer belangrijk. Je moet, en dat betekent dus ook naar de toekomst toe, ja, als gezondheid boven alles gaat, ja, hoe komen we dan ooit van deze maatregelen af? Want als gezondheid boven alles gaat, dan moeten we alcohol verbieden, vlees moeten we verbieden, verkeer moeten we verbieden. Nou ja, in die gedachtegang kom je inderdaad. En waarom roken we dan? En dan komen we ook bij exact. De non-fonds. En dan komt er volgende week een nieuw medicijn voor kanker en dat kost 7 miljoen euro per patiënt. Dat doen we dan dus. Dus gezondheid gaat gewoon niet boven alles. Is ook nooit zo geweest. En dat gesprek wordt niet eens gevoerd vanwege die zwijgplicht of die spreekangst. Andere kant, zelfde medaille. Dan toch even wat jij met het longfonds voor akkefietje had, zeg maar. Ja. Nou ja, longfonds, één van die... Dit is nou typisch zo'n voorbeeld van opportunisme. Hè. Toen corona kwam, toen gingen overal de onderzoeksgelden open. Weet je, in wezen, elke wetenschapper kon binnen 3 weken geld krijgen om onderzoek te doen. Daar kwam het zo'n beetje op neer. Alles wat op slot zat, alles in één keer zat, in één keer. Alles van de ECB? Versnelde, nee hoor, ook allemaal bestaande fondsen voor onderzoek en zo. Dus allemaal versnelde procedures en je moet nu indienen en zo. Mijn vrouw is arts en die doet ook wetenschappelijk onderzoek. Op haar vakgebied, dus haar relaties allemaal ook en zo. Mensen die zich bezighielden met hele andere terreinen, nou, die frommelden dan even corona in hun onderzoeksvoorstel, want dan kregen ze geld. Dus dat geldt natuurlijk ook voor het longfonds en alle partijen daarachter. Wat ik ook snap hoor, dat is ook allemaal wel begrijpelijk. Dus zij gingen onderzoek doen naar long covid. Maar je moet je voorstellen, als jij heel snel onderzoek wil doen, dan is dat natuurlijk altijd, dat stelt weinig voor. De bewijskracht is laag. Dus dat hele snelle onderzoek, dat beantwoordt niet zeg maar, de echte onderzoeksvraag. Dat beantwoordt de vraag, is het zinvol om hier onderzoek naar te doen? Dus ze deden een onderzoek naar long covid. Maar ze bewezen niet long covid. Het enige wat ze bewezen was, is het zinvol om onderzoek te doen naar long covid? En het antwoord was erop ja. Nou, prima. En vervolgens kwamen er allemaal ronkende persberichten met 90% heeft long covid. En waarom kwamen ze daar nou op? Nou ja, ze hadden dus een internet-enquête uitgezet onder leden van een Facebookgroep long covid. Ik begrijp hem niet eens. Dus 90% van de mensen heeft long covid? Nee, 90% van de mensen die lid zijn van de Facebookgroep long covid, hebben long covid. Ja. Althans, die hebben helemaal niet long covid. Die hebben gewoon... Klinkt heel Kafkaans. Die hebben symptomen. En wat zijn dat voor symptomen? Ja, moe, spierpijn, koppijn. Ja, weet ik veel. Dingen die je ook van een griepje krijgt. Weet je, als jouw leven zo is ingericht dat je lid wordt van de Facebookgroep long covid, ja, dan heb je vast symptomen. Maar ja, dat zegt natuurlijk niks. Dat bedoel ik met jouw humor. Dat is... Ja, ik bedoel... En dan vervolgens... En dat ronkend persbericht... En dat wordt dan open... En dat wordt dan door de media wordt dat allemaal opgepakt en zo. En nou, het longfonds heeft weer geld. Maar ja, dat is... Weet je, dit is dan een voorbeeld van longfonds. Maar dat soort
Berichten hebben we heel veel gezien over hartschade en hersenschade. En, geen want dat zeg jij ook, hè? De cijfers zijn, want dat is natuurlijk ook een heel groot angst, dat mensen niet goed herstellen. Van, als je dan COVID hebt gehad, hè, dus die groep die het dan, die 2,2 of 4 miljoen waar we nu zitten. Ja. Ik bedoel, je hebt de kwetsbaren die daaraan sterven. Ja. 0,4%. Zoiets. Ja. En dan heb je dus die groep die het krijgt en die zouden allemaal hele ernstige gevolgen hebben. Dat zeg jij ook, dat valt toch best wel mee, want bijna iedereen herstelt gewoon goed. Iedereen herstelt gewoon goed en natuurlijk zijn er uitzonderingen op. Kijk, ook van de griep, hè, gewoon de influenza, dat komt ook van aan de gewone griep gaan mensen wel eens dood. Ook van de gewone griep kun je hartschade krijgen. Weet je, dat geldt voor elke infectie. Dus je hebt natuurlijk uitzonderingen. Dus long-covid bestaat. Maar je moet je voorstellen dat als long-covid... Stel dat long-covid zou bestaan in grote getalen... dan is nog de enige manier om er vanaf te komen is zero-covid. En daar zijn we nog een jaar vanaf. En als we een jaar lockdown houden, is de hele samenleving stuk. Hè? Waarom zijn we er over een jaar vanaf? Want je hebt het nu een paar keer gezegd. Nou ja, ik geloof wel echt dat die vaccins op zijn minst het aantal doden en het aantal dat er naar het ziekenhuis moet echt wel verlaagt. Maar als het maar 0,4 is, kan jij dan wel achterstaan, maar dan toch moeten we ons vaccineren? Nou ja, mensen moeten het lekker zelf weten. Hè? Ik bedoel, we moeten niemand dwingen. Maar ik kan mij wel, ik heb zelf ouders van 80. En, mijn vader... Maar juist bij oudere mensen werkt het minder goed. Het heeft altijd al zo geweest. Ook bij de griepprik, die niemand dan prikt. Maar kijk, ik kan me voorstellen, als je nou 80 bent en je moet de afweging maken. Ik heb een kans op corona. En als je corona, weet je, als je 80 plus bent, dan weet ik veel, dan heb je een procent of 10 kans of zo dat je naar het ziekenhuis moet. 14 toch, dat je doodgaat? Of? Iets, nee, rond de 10, denk ik. Okay. Ik zou het even moeten opzoeken, hè? Maar even om het makkelijk te maken. 10% kans op ziekenhuis, 10% kans op het overlijden of iets in die buurt. Ten opzichte van natuurlijk best wel kleine kans dat het vaccin tot echte schade leidt zelf. Dus dan is de afweging snel van, joh, laat ik maar proberen dat vaccin, zou ik zeggen. Maar weet je, als mijn vader mij een medische vraagt, zou ik hem dit vertellen. Mm-hmm. En verder moet hij het zelf weten. Ja. Dus ik kan me best voorstellen dat de meeste 70-plussers of 60 met een onderliggende aandoening dat vaccin echt wel nemen. Want dat zou ik een logisch besluit vinden. Als het goed is, als al die beloftes van de farmaceuten waarheid worden, betekent dat zeg maar de zorgbelasting gewoon met 80-90% afneemt. Dat het aantal overlijdens met 80-90% afneemt. En dan kunnen we gewoon alles weer openen. Als we tenminste dan wel uit die psychose raken. Want weet je, als je het aan de red teams van deze wereld overlaat, dan blijven we dicht tot Sint-Jutemen. Ja. Maar misschien kan jij maar daar wat in helderheid in geven. Dan wordt er natuurlijk over die 70% die minimaal gevaccineerd moet worden, anders zou het niet werken. Nee, maar dat hoeft niet. Nee, want ik heb bij de RIVM opgezocht, bijvoorbeeld de griepprik, dat krijgt ook maar iets van 45%. Juist die doelgroep die jij nu beschrijft. Nee, dat klopt. Nee, dus het is dus waarom, helemaal... Dus jongeren die nu blijkbaar geen zin hebben, ja, snap ik wel, want die hoeven het toch ook helemaal niet? Nee, dat snap ik. Maar je hebt natuurlijk verschillende vormen van immuniteit. Hè. Je hebt zeg maar niveau 0 of zo, dat heet dan steriliserende immuniteit. En dan sterft het virus echt uit, zoals we dat met polio hebben gedaan, of met pokken. Dan doe je iedereen. Nee, dan iedereen wordt gevaccineerd en dan op een gegeven moment sterft zo'n ziekte uit. Maar weet je, om het punt te bereiken waarbij we iedereen gevaccineerd hebben, dat zou heel lang duren. En het is ook nog maar de vraag of die vaccins überhaupt dat soort immuniteit opleveren. We hebben level 1 immuniteit en dat betekent dat het virus gaat rond. Maar mensen worden er niet ziek van. Denk aan verkoudheid. Zijn we niet immuun voor, maar ja, verkoudheid. Hè? Dan hebben we level 2 immuniteit en dat is het gaat rond, maar mensen kunnen er wel echt ziek van worden. Denk griep. Hè? Griep kan ook stevig zijn. Stevig zijn en bij oudere mensen gewoon echt voor overlijden zorgen. Hè? Ook een paar jaar hebben we dat ouderen doodgaan aan de griep. En dan heb je level 3 en dan zit je in de ebola-sfeer. En dan gaat het en rond en mensen gaan er best wel massaal dood aan. Nou,
Wat we nu al hebben, kijk, wij weten dat 98-99% van de mensen heeft geen last van corona, of nauwelijks. Hè. Die worden verkouden of een hoesje of hè, en dan is het klaar. Weet ik veel, 98% van de mensen heeft dat al. Dus wij hebben, de meeste mensen hebben dus die level 1 immuniteit al. Voor de groep die gevaccineerd gaat worden, daarvoor kun je zeggen, ja, die hebben nu een soort level 2 immuniteit. Hè, dus het gaat rond en ze worden er ook nog best wel ziek van in voor zijn getalen, voor die 1-2% die er vatbaar voor is. En wat het vaccin doet, is de immuniteit voor die groep versterken van level 2 naar level 1. En dan heb je dus die groepsimmuniteit niet nodig, hè, omdat zeg maar, hun immuniteit zeg maar, versterkt wordt, neemt de zorglast en het aantal overlijdens neemt sterk af en dan kun je open. Maar dat betekent wel dat jonge mensen die nu bang gemaakt door partijen als het Longfonds in angst op de bank zitten en niet naar buiten durven, die krijgen geen vaccin en wat gaan die dan doen? He, blijven die bang of gaan die alsnog naar buiten? Want al die jongeren, die krijgen dan alsnog corona. Ja, je bedoelt ook dat er nu een generatie gevangen zit in angst. Ja. Weet je, dat betekent dus, hè, stel dat we als we die ouderen hebben gevaccineerd en de maatregelen gaan eraf en je bent 20, 30, 40 en je hebt al die tijd in angst geleefd omdat je nog steeds bang bent voor het virus omdat het Longfonds jou bang heeft gemaakt. Dan zit je straks, ja, god, ik heb een jaar lang thuis gezeten. Ik ben een jaar lang niet naar buiten geweest. En dan krijg ik nog corona. Want tegen die tijd, want het virus blijft dan wel rondgaan. Alleen als een verkoudheidsvirus. Wat het nu natuurlijk voor de meeste mensen ook is. Ja, aan de andere kant, ik bedoel, dat is vanuit die kant benaderd. Maar ik bedoel zelfs de VVD. Hè, die was dat toch stevig in het debat van, moeten we het niet verplichten? Of anders mensen iets ontnemen? Het is een flinke uitglijder of moeten we dit het zien? Het is dramatische flauwekul om een heleboel redenen. Eén, het is natuurlijk niet liberaal. We hebben gewoon in grondrecht autonomie over het eigen lichaam. Zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam. Daar mag je van afwijken in zeer extreme situaties. Coronavirus komt daar niet eens bij in de buurt. Dat is één. Tweede was, ze zeggen dan, ja, maar moet je het dan niet indirect verplichten? Hè? Dus bijvoorbeeld, anders mag je niet naar je werk. Ja. Oh, ja, maar als je werkgever het je verplicht, als je werkgever jou verplicht om je te laten vaccineren, dan is de werkgever ook aansprakelijk voor als het vaccin toch tot schade leidt over 3 jaar of over 5 jaar. Hè? Als je narcolepsie, hebben we in Zweden natuurlijk gezien met de varkens, of met de Mexicaanse griep was dat, geloof ik. Dat een heleboel jongeren daar narcolepsie ontwikkelden. Nou, mijn opa is gestorven aan de vaccineren van de pok. Oké, okay. Nou, dus dat kan gebeuren. En dan zou de werkgever daar ineens aansprakelijk voor worden. Is ook flauwekul van de VVD. En het derde is natuurlijk, we hebben helemaal niet genoeg doses om het te verplichten. Weet je, mensen hebben van die 2 vaccins die er nu komen, heb je 2 doses nodig. Hè? Nou, weet ik veel, dan krijgen we krijgen misschien in de eerste half jaar, volgend jaar, krijgen we, weet ik veel, een paar miljoen van die doses. Maar ja, mensen hebben 2 doses nodig, hè? Dus daar van de helft heb je daarvan maar. En vervolgens is nog de vraag hoe lang de immuniteit van dat vaccin duurt, of dat je het jaarlijks moet herhalen. Dus tegen de tijd dat het logistiek überhaupt mogelijk is om mensen te verplichten om het te halen, zitten we eind 2021. Dus ik snap dat soort uitgeleiders van de VVD niet. Waarom gaat die communicatie zo, denk jij? Wat gebeurt hier? Of zie je dat ook alles in het kader van de verkiezingen? Of is dit onkunde? Is dit... Het geeft zoveel onrust bij mensen. Mensen slapen er niet van, mensen zijn heel gestrest, mensen angstig. Het geeft zoveel. Het is zo ontwrichtend. Ja, nee, ik weet niet. De verkiezingen spelen ongetwijfeld een rol, want het is natuurlijk doodeng verkiezingen ingaan. Kijk, hoe moet je voorstellen, je bent Rutte, je wil herkozen worden, je wil nog een keer premier, je bent de held, je hebt de rally around the flag effect. Je zit ongelooflijk vast. Als je de lockdown handhaaft, dan is dat een electoraal risico. Als je hem loslaat, is het een electoraal risico. Elke beweging die je maakt, staat de oppositie bij de microfoon te gillen.
Kijk, GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben natuurlijk de grote fout gemaakt om maar lockdown te roepen. Usher was een soort repeterende plaat. Ja, weet je, dus die heeft ook geen enkele bewegingsruimte meer. Terwijl juist aan de onderkant, zij staan voor de mensen, zeg maar, de arbeiders, mijn vader. En die verliezen banen eerste. Dus ik begrijp ook helemaal niet van wat zij voor hun achterban... Een lockdown is een instrument waar de rijken van profiteren. Het zijn de mensen die lekker thuis kunnen werken, de hoogopgeleide, achter hun computertje, in hun grote huis, met hun grote tuin. En die denken, nou, ik vind het allemaal wel best. Het zijn de kleine ondernemers, de flexwerkers, de mensen zonder vaste baan, de mensen die naar buiten moeten. Nou, de schoonmakers, al die banen. Het is onbegrijpelijk hoe links zich heeft in deze paniek heeft laten manoeuvreren. Het is onbegrijpelijk. Ja, ik begrijp het dus ook helemaal niet. Het enige positief is dat Lodewijk, godzijdank, is opgehouden met voor steeds maar meer lockdowns pleiten. Dus kennelijk heeft hij toch een beetje het licht gezien. Want hij maakt het namelijk voor Rutte ook ongelooflijk makkelijk. Want als de oppositie roept lockdown, en rechts roept mag er een beetje meer vrijheid, dan gaat Rutte dan in het midden zitten en die zegt kom maar op met die stemmen. En die wandelt zo weer een torentje in. Nee, niet met Lodewijk, kan ik je vertellen. Wat is het alternatief? Hè? Dus jij hebt al iets benoemd. Hè? Dus jij zegt bescherm de kwetsbaren. Nou, als we daar iets meer op inzoomen. Ik heb vanaf het begin af aan gedacht. We hebben goede huisartsen. We hebben een heel fijnmazig netwerk. Die weten heel goed de leeftijd van iedereen. Onderliggend lijden. Dat lijkt mij de aangewezen mensen om met iedereen te gaan praten en weten van, jij valt in de risico of niet. Ja. Volgens mij doen we dat nog klopt. Niet. Nee, de eerste lijn is vanaf het begin, kijk, wat dat betreft, de eerste lijn is natuurlijk vanaf het begin niet of nauwelijks betrokken geweest. Zoals ook de ouderengeneeskunde en de verpleeghuizen vanaf het begin niet betrokken zijn geweest. Het was allemaal heel eenzijdige epidemiologen en virologen, terwijl, weet je, met een virus dat gewoon zo ontzettend niet dodelijk is, hebben we geen virusprobleem, we hebben een massapsychologieprobleem, we hebben een economisch probleem, we hebben een sociaal probleem, we hebben een politiek probleem. Maar de virusspecifieke elementen zijn eigenlijk relatief klein. Ik denk dat je gelijk hebt dat die huisartsen, die zouden veel meer kunnen doen. Het is nu eindelijk dat ze in de sfeer van de zorgbelasting de huisartsen een grotere rol krijgen, want weet je, die corona-behandelprotocollen of die COVID-behandelprotocollen in het ziekenhuis, niet op de IC, maar gewoon op de vloer van het ziekenhuis, zijn niet zo ingewikkeld. Hè? De flink deel kan gewoon thuis. Dus dat gaan die huisartsen dan nu eindelijk ook doen. Ja, want van de huisarts lijkt mij naar thuiszorg. Dus dan hebben we, jij zegt 1 miljoen, ik dacht iets minder, maar we hebben heel veel verpleging rondlopen. Ja. Huisarts is het en kan verspreiden. Dan hebben we in één keer een heel sterk apparaat staan. En dan zijn wij daar in Nederland ook goed georganiseerd. Ja, nou, ik denk niet dat dat nou per se het Valhalla is. Het belangrijkste is gewoon dat het snel rondgaat onder de jongeren. En daar ben je heel erg voor, sluit die scholen niet. Ja, sluit die scholen niet. Nou, we hebben natuurlijk al 2,5 miljoen mensen die het zo direct gehad hebben. In principe zijn dat mensen die dus immuniteit hebben. Die kun je dus ook veilig met kwetsbaren laten werken. Die kunnen veilig naar opa en oma. Die kunnen veilig naar de horeca. Die kunnen veilig naar de nachtclubs. Die kunnen veilig naar festivals. En dat worden er natuurlijk steeds meer. We gaan natuurlijk een derde golf krijgen. Dat lijkt mij onvermijdelijk, want er zal toch op een gegeven moment versoepeling zijn. Waar het niet dat kerst en oud en nieuw misschien al voor die derde golf gaat zorgen, maar krijgen een keer versoepeling. Maar is dat juist niet goed, als ik jou dan en hoor? Dan zitten we op 4 miljoen of zo, die het dan na die derde golf zitten we op 4 miljoen die het gehad hebben. Nou ja, dan voor die 4 miljoen is het ook volkomen onredelijk om die opgesloten te houden. Maar dan krijg je natuurlijk het angst van, ja, maar je kan het nog een keer krijgen. Want er geloof ik ook 3 mensen over heel de wereld hebben het 2 keer gekregen. Ja, nee, dat klopt. Ja, nee, de angstporno-verkopers, die weten niet van ophouden.
Nog een laatste, want we moeten afronden. Nog een laatste inzicht. Dat je zegt van gewoon een gewone burger, wat ik ook ben, die naar jou luistert. En die denkt, oké, wat moet ik doen? Wat kan ik doen om dat we hieruit gaan komen? Hoe moet ik me daartoe verhouden? In ieder geval niet angstig zijn, nou, lijkt mij belangrijk. Weet je wat ik echt niet snap is... Nou, we hebben een stikstofprobleempje in Nederland. En er komen 500 boeren met een trekker naar Den Haag. En die leggen Den Haag even plat. En het is geregeld. Hè? Het is geregeld. We hebben 100.000 werkloze horecaondernemers. Totale stilte. Ja, maar daar zit zoveel... Ik kan echt emotioneel. Daar zit natuurlijk zoveel verdriet. Hoeveel mensen zullen niet slapen? En zorgen hebben. Maar dat is, dat is... Kijk, wat helpt? Wat helpt is... Making noise? Mensen lawaai maken. Dat is natuurlijk wat helpt. Maak lawaai. Laat je horen. Laat je juist niet... wat moreel nu zeg maar zo gevoelig ligt. Kijk, de overheid heeft natuurlijk de hele samenleving aan de tiet van de overheid gelegd met al die steunregelingen. Wat natuurlijk nooit genoeg is. Dat is natuurlijk toch een appeltje voor de dorp. Dat was natuurlijk ook de deal. Hè? De deal is, iedereen moet zijn bek houden. En, we helpen jullie. We helpen je. En als je bek niet houdt, dan helpen we je niet. Dat was de deal. Nou, dat werkt misschien even, maar hoe lang blijft dat? Waar is de cultuursector? Ik begrijp het ook niet. Waar zijn al die theatermakers? Waar zijn al die cabaretiers? Waar zijn al die acteurs en actrices? Waar zijn ze? Iedereen denkt toch moreel gezien ten opzichte van de doden, maar jij zegt duidelijk making noise. Ja, maar het is toch, weet je, het punt is toch, je hebt toch een bredere verantwoordelijkheid dan alleen het voorkomen van overlijdens op korte termijn. Er zijn toch nog andere belangen dan dat? En het is toch niet zo dat je ineens een soort goede Samaritaan bent, ineens een soort engel of een soort godheid, als je zegt, ik offer mij. Nee, dan ben je gewoon een sufferd. Ja, ik offer mijn onderneming, ik offer mijn inkomen, ik offer alles op. Hè? Dat is eigenlijk wat we doen in het belang, het grote belang. Ja. Maar je ziet ook, de evenementenindustrie heeft toch heel even de jongeren, zeg maar, hashtag, we doen niet meer mee, als ik het even goed citeer. Nou, aan de hoogste boom gehangen door NRC, Volkskrant en alles wat NOS en alles wat, zeg maar, de gevestigde orde de journalistiek is. Dus... En die zijn ook weer vol angst teruggegaan van, oh god, weet was je dat, was dat een initiatief van de evenementenindustrie? Want als dat niet gewoon een ongelukkige uitglijder van een paar jongeren was, maar echt een initiatief van de evenementenindustrie dan... DJ's, in ieder geval de creatieve sector, laat ik het zo zeggen. Nou... Maar jij vindt, hebben ze dat niet goed gedaan? Of wat bedoel, die heeft Making Some Noise gedaan? Ja, maar natuurlijk op de meest... knullige manier denkbaar. Dus jij bent meer voor de boeren gewoon daar gewoon met je tractor gaan staan? Ja, dat ik kan mij voor... Nou, ik ben natuurlijk niet zo... Ik ben geen horecaondernemer, maar ik weet je, het is gewoon... Het punt is, weet je, het gaat namelijk niet om centen. Het gaat voor zo'n ondernemer niet... Weet je, dan ben je 50 of zo en dan gaat het je niet... En je hebt een onderneming, je hebt 3 cafés of weet ik veel, je bouwt alle toeleveranciers, je zit in de vis of in de vlees of in de kaas. En je hebt 20, 30 jaar aan zo'n bedrijf gewerkt. En dan gaat het niet om dat je geld verliest of inkomen verliest. Je verliest je levenswerk, je verliest je identiteit. Je moet misschien je huis verkopen, je moet aan je kinderen gaan uitleggen... dat hun leven helemaal op hun kop moet gaan staan. Hè? Weet je, dit is zo sterk beschadigend. En dat hebben we dus niet één keer, maar dat hebben we een paar honderdduizend keren. En dan kan ik me gewoon niet voorstellen dat je dat gewoon zomaar voorbij laat gaan. Dat moet toch ook een zekere energie opleveren die je nuttig kan inzetten. Ja. Zou ik denken. Ik kan het er alleen maar mee eens zijn. Robin, ontzettend bedankt. Ik denk dat je hele mooie inzichten hebt gedeeld met ons. En het heel helder voor het voetlicht. En ik hoop toch ook dat er iets meer making noise komt. En dat we durven te gaan staan ook. En dat we niet allemaal de barmhartige Samaritaan zijn. Ik denk dat dat een mooie analogie is.
Nou ja, vooral ook omdat het... je bent geen... Het maakt je geen goed mens. Zelfopoffering maakt, is geen deugd als je bij die zelfopoffering een heleboel nevenschade doet. Dank. Graag gedaan.